was een succesvol weekend voor de Leidse topsporten en de Leidse topsporters. Er stonden meerdere krakers op het programma en er waren ook meerdere overwinningen. Zo speelde Diok tegen het Gooi, een van de koplopers. En dit was de kans om voor Diok te laten zien hoe goed ze nou eigenlijk zijn. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal speelde in de 5 meihal tegen Landsteden Zwolle, die op dat moment nog bovenaan stonden. En ook voor de waterpolodames van ZVL Tettero stond er een kraker op het programma. Ze speelden pas hun eerste competitiewedstrijd, maar dat was wel meteen tegen de regerend landskampioen UZSC. De mannen van de zeilzwemsport hadden al een aantal wedstrijden gespeeld, maar hebben nog niet kunnen winnen in de competitie. Ze speelden thuis tegen Polar Bears en dit was toch wel het moment om de eerste competitiepunten te gaan pakken. En ook de mannen van Skilla kwamen in actie. Zij speelden tegen hekkensluiter Skyedam, een buitenkansje om ook daar de punten te pakken. Maar we beginnen met het NK afstanden lange baan schaats. Want daar kwamen meerdere schaatsers met Leidse roots in actie. 4 om precies te zijn. Natuurlijk Kjeld Nuis, de wereldkampioen op de 1000 meter en op de 1500 meter. Voor hem werd het een teleurstellend weekend, want hij plaatste zich niet voor de wereldbekers op de 500 meter. En ook niet dus op zijn favoriete 1500 meter, want hij werd daar 7e en 6e. Hij plaatste zich wel op de 1000 meter, daar werd hij 2e. Achter Kai Verbij, ook een schaatser hier uit de regio, een Hoogmanense schaatser. En die werd namelijk eerste. En ook plaatste hij zich op de 500 meter, want daar werd hij 3e. Ook Lisa van der Geest kwam in actie. Ook voor haar was het geen goed weekend, want ze was ziek. Daardoor moest ze de 3000 meter laten schieten. Maar ze kwam wel in actie op de 5000 meter. Dat ging toch niet zoals ze wilde en het lukte haar op dit moment niet om zich te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden. Ze werd 12e. Voor wie het wel een succes was, Tijmen Snel. Zo Tijmen, de 500 meter is nu gedaan. Hoe sta je erin? Ben je tevreden? Ja, nou ja, het was eigenlijk een beetje net niet. Maar over het algemeen wel tevreden. Op zich wel PR gereden, dus dat is wel een goede zaak. En 19e plek gepakt, dus ik ben ook hoger geëindigd dan ik was gekwalificeerd. Dus daar ben ik ook wel tevreden mee. Alleen de race was een beetje net niet helemaal top. Maar ja, dat kan altijd gebeuren. Morgen dan is 1000 meter inderdaad, daar gaan we gewoon knallen. Daar heb ik zin in. Ja. Dat wordt een mooie afstand. Dat hoop je of verwacht je? Wat ik hoop? Nou, ik hoop gewoon goede race neer te zetten voor mezelf. En dan, als het even kan, te plaatsen voor het OKT alvast. Gisteren op de 1500 zat ik er net naast. Dus ik hoop dat te halen en anders. Ja, als ik een goede race neerzet voor mezelf, ben ik ook al tevreden. Vandaag de laatste afstand op de NK, de 1000 meter. Je hebt een mooi PR gereden. 1.11, wat was het? 30? Ja, 34. Hartstikke tevreden, denk ik. Ja, ik ben met PR zeker tevreden. Met de race zelf niet helemaal. Dan nog wel beter gekund. Hier en daar een steekje laten vallen. Maar dat is voor de rest van het seizoen om daar stap in te maken en weer net en sneller te gaan. Ik vond het zeker mooi om zo'n toernooi voor het eerst mee te maken tussen de grote mannen inderdaad. En wat dat betreft ben ik wel blij dat ik weer een ervaring rijker ben. En dat neem ik toch mee in de rest van je loopbaan. En dan sta je hier volgende keer toch weer wat anders. Wisselende resultaten dus voor de schaters hier uit de Leidse regio. Kjeld Nuis en Lisa van der Geest hadden ongetwijfeld meer van dit toernooi verwacht. Zij moeten zich nu gaan richten op het Olympisch kwalificatietoernooi. Maar voor Kai Verbij en Tijmen Snel werd het een mooi weekend. We gaan door met de Leidse rugbyers van Diok. Zij wonnen al hun wedstrijden tot nu toe, maar stonden nog niet bovenaan. Ze stonden 3e en nu kreeg ze een kans tegen koploper het Gooi om te laten zien hoe goed ze echt zijn. Diok ging goed van start in die wedstrijd tegen het Gooi. Al snel kreeg ze een penalty mee en Pierre Mounal die schoot hem feilloos tussen de palen. Meteen een voorsprong van 0-3. Ook de tweede penalty wist hij te verzilveren en zelfs de 3e van 50 meter wist hij tussen de palen te schieten. Dus Diok kwam op een 0-9 voorsprong. Daarna nog een penalty voor Diok en ook de eerste try van de wedstrijd kwam op naam van Mounal. Hij maakte er 0-17 van. Maar ze speelden natuurlijk wel tegen de koploper het Gooi en die liet het hoofd niet hangen. Ze kwamen terug tot 7-17. Daarna was er een goede interceptie van Bas Leupen en kon Diok het initiatief weer overnemen. En Diok maakte zelfs nog een try voor de rust en leidde daardoor halverwege met 7 tegen 22. Het Gooi liet het er niet bij zitten en wist na rust toch weer terug te komen tot 12 tegen 22. En Diok kreeg weer een penalty mee en het was weer Pierre Mounal die scoorde. Het was zijn 20ste punt van de wedstrijd en hij maakte er 12-25 van. Het Gooi voerde de druk vervolgens op, kwam terug tot 19 tegen 25. Maar de verdediging van Diok staat als een huis.
En het laatste kwartier werd er niet meer gescoord. En Diok ging er dus met de winst vandoor tegen koploper het Gooi. Diok staat nog wel steeds op de derde plek. En dat komt omdat ze nog een wedstrijd minder hebben gespeeld dan het Gooi. En de nieuwe koploper RC Hilversum. En de inhaalwedstrijd van Diok wordt op eigen veld gespeeld op 11 november tegen de Hoekers. En dat is de hekkensluiter, dus daar moet ook gewoon gewonnen worden. En als dat gebeurt, dan neemt Diok dus echt de koppositie over. Dan zorg en zekerheid Leiden basketbal. De basketballers zijn goed van start gegaan. Ze wonnen tot nu toe alle wedstrijden en stonden op een tweede plek. En in de 5 meihal kwam nu Landstede Zwolle op bezoek. Die ploeg had al de Supercup gepakt en stonden bovenaan. Dus het werd een spannende wedstrijd. De topper in de Dutch Basketball League. Zorg en zekerheid Leiden tegen Landstede Zwolle. Beide ploegen ongeslagen met hier Worthy de Jong op zijn manier. En hij krijgt een bonus erbij. De winst van een van de partijen zou dus de koppositie betekenen. Dit is een hele sterke Amerikaan. Franco House, hij scoort hier. Gaat makkelijk om Clayton Vetti heen. Ralf de Pachter, 28 jaar oud, altijd goed. En zeker onder de borden. De doordunk van Mohamed Karazi. Hij speelde een geweldige wedstrijd. Dit is weer die Franco House. Een veel scorende, goed en sterke Amerikaan. Jesse Vorn met zijn handelskenmerk. Een ontketend Leiden in het eerste kwart. Publiek keek zijn ogen uit. Attractief, snel en goed verdedigend. En Zwolle had ongelooflijk veel moeite met het spelletje van Leiden. Dit was de man van de wedstrijd. Zijn naam is Mohamed Karazi. Prachtige paas van Worthy de Jong en Clayton Vetti. Wat ongelukkig tegen Zwolle. Hier Ralf de Pachter wordt geblokt. Maar Leiden, zoals gezegd, speelde erg goed in het eerste kwart. De ploegen gingen in het begin gelijk op en u ziet het hier op de stand 19 tegen 11. Mooie paas van Worthy, Clayton Vetti en het is al 10 punten verschil. Het publiek ging er goed voor zitten, 1500 man ongeveer in de 5 meihal, om te kijken bij deze tweede test waar staat dit zorg en zekerheid Leiden. En de uitslag was heel fijn, kan ik u zeggen, want Leiden speelde een prachtig basketbal, speelde goed en intens basketbal. En als er eentje wat, nou ja, wat minder op schot is, dan is er wel een ander die het overneemt. Hier weer een steal van Worthy de Jong en een prachtige dunk zet het publiek op de banken. De nummer 5, Dorsey Walker. Hij zou uiteindelijk met 5 fouten naar de bank gaan. En dit weer Mohamed Karazi. Topscorer in de wedstrijd, 21 punten. En hij zou een dubbel-dubbel maken. 21 punten en 13 rebounds. Dit is ook een hele aardige Amerikaan, Jordan Gregory. Hij speelt als guard bij Zwolle. En hier weer het handelskenmerk lijkt het wel van Carrington Love. Daar is die Jordan, weer. Prachtige score. Worthy de Jong met een drietje. En we zien het daar in het begin van het tweede kwart. 34 tegen 21. Niet dat Zwolle nou zo slecht is. Maar Leiden was gewoon ongelooflijk sterk. Verdedigend sterk. Intensiteit was hoog. En de vraag was, hoe lang houden ze dat dan vol? Hier weer een steal. De onsportieve fout, vandaar dat u geen score te zien krijgt. Daar weer vanuit de hoek was het Love. Mooie aanval hier van Zwolle gemaakt door Ralf de Pachter. Publiek kreeg echt waar voor zijn geld. Mohamed Karazi daar met een score. Franco House gaat weer. Aanvallende fout, geen score. Publiek kreeg zoals gezegd waar voor zijn geld. Snel, attractief basketbal. Dat is wat coach Vervaak voorstaat. En deze ploeg kan dat. Met een geweldige guard. Mooie paas. Mohamed Karazi weer met de score. Kijk eens naar die stand. 44 tegen 25. Even leek het erop dat Landstede geveegd zou gaan worden in de 5 mei. Uitstekend eerste en tweede kwart dus van Leiden. Met 23-13 in het eerste kwart en 21 tegen 14 in het tweede kwart. Dit zijn beelden uit het derde kwart en dan zien we dat het wat hapert bij Leiden. Hier weer een score. Even leek het erop dat Worthy de Jong erbij kon komen van Dorsey Walker. Maar u ziet het in de stand. Heel langzaam maar zeker komt Landstede Zwolle weer terug in de wedstrijd. Leiden laat het een beetje gebeuren. Hier langs een mooi blok van Mohamed Karazi. Misschien wel het mooiste blok wat we in tijden in de 5 mei al hebben gezien. Uitgespeelde kans. Daar gaat weer Jordan Gregory. Bam, weer raak. En het is 49 tegen 39. Teruggekomen tot 10 punten. En daar zou het ook niet bij blijven. Want het zou uiteindelijk toch weer spannend worden.
En dat zou je misschien hooguit kunnen verwijten aan de ploeg. Dat ondanks het feit dat je fantastische kwarten speelt, dat je toch Landstede nog terug laat komen in de wedstrijd. Maar op de juiste momenten staan er dan toch weer mensen op. Je ziet hier de stand 46 tegen 42 met wat gerommel. Niet alles ging erin. Franco House met een typische score van deze sterke Amerikaan. Verschil 14, Franco House opnieuw en weer een score van, voor Zwolle. Olaf Schaftenaar, iets minder gisteren dan andere keren dat we hem wel eens hebben gezien. En daar ziet u binnen de 10 punten, het wordt zelfs 7 op dit ogenblik. Wordt het dan toch weer een wedstrijd? Maar dan is er altijd iemand als Worthy de Jong met een drietje die het verschil weer groter maakt. Mooie score van Mohamed Karazi. Prachtige paas. Dit is weer Ralf de Pachter. En nog altijd is het niet gedaan. 10 punten is het weer terug. En hier in het begin van het vierde kwart, of halverwege het vierde kwart, zien we dat Zwolle toch nog steeds probeert om aansluiting te maken. Het verschil is 7. En hier weer een prachtige score leidt ertoe dat het verschil slechts 6 is. Het zal toch niet. Het dacht iedereen. Maar dan gaan toch weer een paar mensen opstaan. Waaronder deze, Carrington Love. Moeizame eerste helft, goed als guard. Moeizaam althans voor wat betreft de scores. En dan ineens staat hij er weer. Het verschil is alweer 8. Carrington Love opnieuw met een drietje. Jazeker. En hij beslist in die zin gewoon de wedstrijd. 72-61. Deze score, hoe fraai ook, telt helaas niet. 74-61 is het nu. En dan zien we hier de laatste score van de wedstrijd van Olaf Schaftenaar. Leiden dus een terechte en een verdiende winnaar van deze onderlinge confrontatie. Volgende wedstrijd is in Leeuwarden tegen Ares. Ja, mooie wedstrijd dus voor ZZ Leiden die de koppositie overneemt. Na afloop sprak Rolf Mercedes ook nog met coach Paul Vervaak, speler Mohamed Karazi, maar hij begint met Jesse Vorn. Ja, ik vind het eigenlijk een hele goede game. Ook voor ons. Het was natuurlijk een wedstrijd voor de eerste plaats. Zwolle is elk jaar een goed team. Ja. Eerste helft hadden we ze echt in de broekzak. Maar ja, ik ken Zwolle, ik heb er zelf gespeeld. Dus ik weet ook dat ze met alles, met hun ziel, zouden terugvechten in de derde kwart. Dat hebben ze gedaan. En ik ben eigenlijk heel trots op ons team, hoe we toch wel de lead hebben volgehouden. Met zijn big shots. Bijvoorbeeld Carrington, die raakte echt een 3 punten, had een goede drive. Dat zijn hele belangrijke plays. Dat betekent dus dat we ook wedstrijden kunnen afmaken. En daar ben ik gewoon het meest trots op voor deze wedstrijd. Mooi met Karazi. Kan dit Leiden eindigen? Want het is het begin van het seizoen. Jullie spelen nu al heel goed samen. Ja, we moeten niet snel gaan pieken. Ja, dit is pas het begin van het seizoen, zoals jij zegt. En het is gewoon een fantastische thuiswedstrijd. En we moeten gewoon de lijnen doortrekken. Paul van Vaak, staat echt een team, hè? Ja, daar staat een team. Ik denk, als hier geen team staat, ook al heb je zo'n goede eerste helft gespeeld, dan win je niet tegen Zwolle. Is dan de zwakte dat het gaat vandaag goed, hè? Je basis 5 kan heel lang blijven spelen. Randami kan er ook in. Je hebt nog 1 of 2 daarachter zitten. Is dat dan de zwakte als je in foute last zou komen, wat Zwolle op een gegeven moment kwam, dat je dan ineens kwetsbaar wordt? Dat als een vet die eraf gaat of nou ja, whatever, dat het dan in één keer lastiger wordt? Zit daar de Achillespees die we nog niet hebben gezien, hè? Dat is een keuze die we gemaakt hebben. Dat zijn allemaal jonge gasten. Voor die jongens is dat druk op de schouder. Die spelen met 6 in mijn ogen zeer goede basketters, ook intelligente basketters. Dat verschil is redelijk groot, dat is logisch ook. Dat is een stukje Achillespees, daar ben ik mee akkoord, maar ik noem het geen zwakte, ik noem het een werkpunt. Volgende week speelt Zorg en Zekerheid Leiden basketbal tegen Ares in Leeuwarden. En dat is de nummer 6 op de huidige ranglijst. Dus dat moet ook weer een winstpartij kunnen worden. En Leiden is op dit moment op de eerste plek met daaronder Zwolle en Den Bosch. En pas op de vierde plek regerend landskampioen Donar uit Groningen. Dan de waterpolomannen van de Zijl Zwemsport. Zij boekten vorige week 2 mooie overwinningen in het bekertoernooi, maar de punten in de competitie lieten nog op zich wachten, want 2 keer eerder verloren ze al. En nu kwamen de Polar Bears op bezoek in Leiden en dat was toch een mooie kans om de eerste competitiepunten te gaan pakken. En het is altijd een voordeel voor de Zijl Zwemsport om thuis te spelen, want het zwembad in de Zijl is iets kleiner dan eigenlijk is toegestaan en daar hebben de mannen dus zeker een voordeel van omdat ze daaraan gewend zijn. Dat was een erg spannende wedstrijd en de supporters die waren komen kijken kregen waar voor hun geld, want van tevoren was niet te voorspellen wie de wedstrijd zou gaan winnen. Na de eerste periode stond het 2-2, Roeland Spijker en Tom Nederend scoorden allebei voor de Zijl Zwemsport en na de tweede periode stond het 4-3 door 2 doelpunten van Adam McClary.
Hij zou uiteindelijk topscorer worden voor De Zijl, want hij maakte 3 doelpunten deze wedstrijd. Aan het eind van de derde periode stond het weer gelijk 6-6 door doelpunt van Tom Nederend en Tim van der Meer. En in de vierde periode was het weer stuivertje wisselen 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9. En uiteindelijk was de winnende van Roeland Spijker. En hij zorgde voor de eerste competitiepunten van zijn ploeg. Volgende week speelt De Zijl weer thuis, dit keer tegen Schuurman BZC. En die ploeg staat op dit moment vierde. Het is altijd een goede ploeg, dus De Zijl moet van goede huizen komen om ook dan weer de punten te pakken. De mannen zijn zelf wel gestegen op de ranglijst na deze overwinning tegen Polenberg. Ze staan op dit moment zevende. Ja, voor de waterpolodames van ZVL Tetro was het eindelijk zover dit weekend hun eerste wedstrijd in de competitie. Wel meteen tegen regerend landskampioen UZSC. En daar hadden de dames nog iets recht te zetten, want vorig jaar was ZVL toch echt de gedoodverfde kampioen. Maar ze werden uitgeschakeld in de halve finale en UZSC ging er met de landstitel vandoor. Uiteindelijk stond er aan het eind van de wedstrijd toch de score van 8-10 in het voordeel van ZVL Tetro op het scorebord. En de volgende wedstrijd die de dames van ZVL Tetro staat te wachten is de wedstrijd tegen Widex GZC Donk. En Donk heeft altijd een lastige ploeg, een tegenstander die meedoet om de titel en om de beker. Een van de vaste concurrenten van ZVL. En Donk staat op dit moment zelfs op de eerste plek. ZVL doet wel gewoon mee, want zij staan nu na 1 wedstrijd tweede. Tafeltennis dan. De mannen van Skilla gingen op bezoek bij de hekkensluiter van de eredivisie Skaiedam. En bij die mannen van Skilla spelen tegenwoordig niet alleen maar mannen. Ook Kim Vermaas doet daar mee. En zij deed het weer erg goed. Ze won haar 2 partijen. En hetzelfde deed Gerard Bakker junior. Oliver Altenburg won er 1. Hij vergat zijn eerste partij te winnen, ondanks 5 matchpunten. En uiteindelijk werd het dus 5-1 voor Skilla. En volgende week is het Super Sunday. Dat betekent dat zowel de mannen als de vrouwen thuis spelen. De mannen spelen tegen Smash 70, die staan op dit moment derde. Dus daar kunnen goede zaken worden gedaan, maar het zal niet eenvoudig zijn om te winnen. En de dames spelen dan tegen VTV. En die staan op dit moment tweede met maar 1 punt achter de koploper en de regerend landskampioen Dozy den Helder. Dus dat wordt echt een moeilijke wedstrijd voor de dames van Skilla die op dit moment zesde staan. Kijken we ook nog even naar het schaken. Want dat gaat ook volgende week weer verder. LSG en Tally Magic, de Leidse schakers, komen dus weer in actie. Spelen tegen HMC Calder. Ja, en dat wordt een spannende wedstrijd, want LSG staat op dit moment nummer 1 in de meesterklasse. En HMC Calder staat derde. Dus mocht LSG daar kunnen winnen, dan doen ze echt goede zaken. En laten ze zien dat ze meedoen om het landskampioenschap. En tot zover deze aflevering van Topsport Leiden TV. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. We'll be right back.